is vandaag zaterdag 23 februari. Hier treedt vanmiddag het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor op. Ze geven een inloopconcert. Ik heb naast mij zit aan de linkerkant Henk van de Wetering. En naast hem zit Henry Bogus. En u bent de voorzitter van dit Kozakkenkoor. We willen dit graag eens even onder de aandacht brengen. Want ik weet dat een heleboel koren ook zitten met verloop van mensen die er afgaan en weer nieuwe erbij komen. Kunt u ons vertellen van hoeveel leden dit koor momenteel heeft? Momenteel hebben we 33 leden. Er staat er weer één op de nominatie om lid te worden, maar dat kan nog eventjes duren. Maar oorspronkelijk lopen we eigenlijk terug van een bestand van zo'n 6, 37 mensen terug naar zo'n 2, 33 mensen. En dat is wel jammer. En een nieuwe aanwas krijgen is gewoon lastig. Er zijn zoveel koren en het Russisch zingen is natuurlijk ook toch wel een drempel voor heel veel mensen. Daarnaast is het zo dat wij alles fonetisch instuderen. Dus op zich hoeft dat geen belemmering te zijn. Maar ja, niet iedereen weet dat. Onlangs bestond dit koor 10 jaar. Dat was eigenlijk een soort jubileum. Hè? Want dat was in 2008. En dat was Henk van Keulen die het opgericht heeft. En Henk van Keulen heeft het in 2008 opgericht. En vorig jaar, 2018, hebben we ons 10-jarig jubileum gevierd. Nou, dat was heel erg leuk. We hebben wat concerten gegeven en een dagje uit voor al het personeel met aanhang. Voor alle zangers met aanhang. Dus dat was een hele geslaagde dag. En daar kijken we met veel plezier op terug. Ja, mooi. Ik ga even naar Henk van de Wetering. Henk, jij bent de dirigent van dit koor. Hoe lang zit je hier nu bij? Nou, ik denk dat het bijna 5 jaar moet zijn zo'n beetje. Nog niet helemaal, denk ik. Ruim 4 misschien. Ik herinner me in ieder geval nog dat ik het eerste Lustrumconcert meegemaakt heb toen jullie 5 jaar bestonden. En toen was Beatrix nog dirigent. Dat heb ik als toehoorder meegemaakt. Ja, en ik denk dat het ongeveer een jaar later was dat ik dirigent werd. Ja. Dus ik schat in ongeveer 5 jaar. Ik wil het even met jou hebben over de stemmen. Je hebt natuurlijk de eerste, tweede tenoren, de baritons en de bassen. Zijn die allemaal in evenredig verdeeld? Ja, ik vind dat we op dit moment best kunnen zeggen dat de stemmen goed verdeeld zijn. Dat betekent dat bij alle stemmen nog mensen welkom zijn. En ook als iemand, of zullen er een paar zijn met dezelfde stem, dan wordt het niet meteen scheef getrokken. Want de verdeling is op dit moment gewoon goed in aantal, maar ook in timbre, in klankkleur en in klanksterkte. Dat is allemaal goed in balans op dit moment. Ja. Waarom organiseren jullie een inloopconcert? Dat doen jullie een paar keer per jaar, hè? Ja, nou eigenlijk is dat historisch gegroeid. Dat er specifiek een inloopconcert is, ja, dat is nou eenmaal zo. Je hebt met een museum te maken waar mensen komen met een museumkaart en die denken, hey, er wordt gezongen, dus laten we ook maar even gaan luisteren. Traditioneel doen we het eigenlijk 2, 3 keer per jaar. En dat heeft te maken met het feit dat wij hier erg mooi kunnen zingen. Hè? De akoestiek hier beneden is erg goed. En het past ook wel een beetje bij de iconen. Dus dat is eigenlijk van oudsher zo gegroeid. En we zijn hier altijd welkom. En dat is gewoon prettig om 2, 3 keer per jaar hier te zingen. Dus vandaar. Ja. Henk, staan er nog andere concerten op het programma? Nou, ik geloof niet dat we... Ja? Ja, in mei hebben we, dat is denk ik het eerste wat gebeurt, het grote korenfestival. 18 mei uit mijn hoofd zo. En dan zijn er 90 koren geloof ik vanuit het hele land die in Kampen komen zingen. En dus ontbreken dan ook Kamperkoren niet. Wij zijn er dan ook. En dan verderop in het jaar, dat is nog even globaal in oktober, dan zal er een benefietconcert zijn. Hoe en wat moet nog ingevuld worden, maar daar mikken we op dit moment op. Weet je ook al precies waar of wordt het op verschillende locaties gehouden? Ja, in de kerken in Kampen. Daar worden dus, want die 90 koren die kunnen niet allemaal na elkaar optreden. Dan is de dag te kort. Welke locaties we precies gaan zingen weten we nog niet. Dat is de organisatie nog mee bezig. Maar ik weet dat de Bovenkerk, de Broederkerk, nou ja, nog een aantal kerken, de Buitenkerk, die doen ook mee. Daar wordt gezongen en dat wordt afgesloten die dag, heb ik begrepen, om 5 uur met een concert van de Kamper Boys Choir. Oh.
zelf heel erg naar uitkijk, dat is het benefietconcert. Dat doen we in oktober. Dat doen we dat voor de Kinderen van Tsjernobyl. Dat is een organisatie, een stichting in Zwolle, in Berkum, die één keer in de twee jaar een 20, 30-tal kinderen naar Nederland toe haalt, die dus uit het Tsjernobylgebied komen. En die komen hier om aan te sterken en daar wordt van alles voor gedaan. En wij hebben gezegd van nou, dat lijkt ons heel leuk om daar iets voor te doen. Dus wij gaan in de buitenkerk hier in Kampen, gaan we een benefietconcert organiseren. Tsjernobyl, dat is Belarus, Wit-Rusland. Ja. En die komen dus één keer in de twee jaar met een groep kinderen hierheen met begeleiding. Ze gaan hier ook gewoon naar school. 'S Middags hebben ze dan een programma. Het Iconenmuseum die gaat er ook een gedeelte aan bijdragen. En we hopen dat dat gewoon een hele mooie week wordt voor die kinderen.